Waar stond Van Gogh toen hij dit schilderde? Ik ben Esther Jong. Ik ben ontwerper bij Fabrique. Fabrique is een ontwerpbureau. We maken voornamelijk websites en apps. Maar we houden ook heel erg van het oplossen van complexe problemen. Het Van Gogh Museum heeft in november 2014 de nieuwe vaste opstelling voor de vaste collectie gepresenteerd. Hierin staat de ontwikkeling van Vincent van Gogh als kunstenaar centraal. En de vraag aan ons was om een multimedia tour te ontwikkelen die de bezoekers uit de hele wereld helpt om nog beter naar schilderijen te kijken en naar de maker ervan, Vincent van Gogh dus. We zijn samen met Frankly Green and Web aan de slag gegaan. We hebben heel veel onderzoek gedaan in het museum, bezoekers geobserveerd. En aan de hand daarvan hebben we de hele keten van service design, dus van de website tot en met de uitgiftebalie, hebben we in kaart gebracht. Je kunt de tour eigenlijk op 3 verschillende manieren gebruiken. Als je niet zoveel tijd hebt omdat je nog naar het Rijksmuseum wil en naar het Stedelijk Museum, dan kun je in ongeveer 45 minuten een highlights tour doen. Als je iets meer tijd hebt en je wil ook niet per se een vaste route lopen, dan kies je voor de algemene tour waarin je dus gewoon op je eigen tempo door het museum loopt en nummers kiest die naast de schilderijen staan, waardoor je verhalen achter het schilderij te horen krijgt. Stel dat je met je familie naar het museum gaat en je hebt een stel kleine kinderen bij je, dan is het superleuk om een familietour te doen. Dan kun je samen aan de hand van kleine puzzelstukjes op zoek naar schilderijen en dan allerlei leuke games en quizjes doen. De multimedia tour zit vol met verhalen. Die zijn geschreven door kunsthistoricus en scriptschrijver Sandy Goldberg. En zij heeft hele leuke verhalen geschreven waar heel veel emotie en leven in zit. En die heel leuk zijn om naar te luisteren. En die mensen op een hele nieuwe manier naar de schilderijen laten kijken. Ja, waardoor ze dus Vincent van Gogh heel goed leren kennen, zowel als kunstenaar als persoon.